om niet te snel te denken van, dat zullen ze wel weten. Er is al zoveel geschreven over die tijd, wij weten het wel. En misschien wil ik het niet meer weten. Ik weet het zelf niet. Ik begrijp het volkomen. Toch zou ik op juist die manier oproepen om het verhaal wel te vertellen. Omdat we nu nog een unieke kans hebben, dat de mensen nu nog leven, om die verhalen met elkaar te delen en daar in ieder geval van te leren. Ik vermoed dat ook dit onderzoek, en er is niet om degene die gelooft dat dat onderzoek van 4 jaar misschien de waarheid zal opleveren over die periode, de enige juiste historische visie, daar geloof ik niet in. Daar ben ik historisch genoeg voor onderlegd. Geschiedenis wordt altijd geschreven door overwinnaars, zoals ze zeggen, en geschiedenis wordt in ieder geval altijd geschreven door de mensen van nu. Nooit de mensen van toen. En ik voorspel dat er over 50 jaar mensen er anders zullen oordelen, en ook anders zullen oordelen over hoe wij nu tegenwoordig leven. En misschien heel negatief zullen zijn over wat wij hier te dragen doen. Dat zal nooit anders zijn. Maar wat we nu van nu wel de kans nog hebben, is om die getuigenverklaringen, die ooggetuigenverhalen, om die neer te zetten. En daar is voor onszelf en voor de jeugd na ons om in ieder geval van te leren hoe dingen gegaan zijn, hoe dingen wellicht ook nu anders zouden kunnen gaan met alles wat we nu wel kunnen weten. Het is misschien een bescheidener doel dan de waarheid, maar het is wel een heel belangrijk doel. En eigenlijk doen we vanavond, als we gaan denken straks, maar ook met het programma vanavond, waarin we eigenlijk in de decennia daarna, voor mensen gebleven zijn in Noord-Indonesië, doen we eigenlijk hetzelfde. De kracht van het verhaal op het thema van de landelijke herdenking dit jaar is enorm. Het is ook heel erg belangrijk en dat kan ik alleen maar om uw aandacht. Ik wens ons al een hele mooie, indringende en ook wat inspirerende en leerzame avond. En het feit dat alleen omdat zoveel mensen hier er zijn zo midden tussen, dat doet ons al heel veel kracht. En moet inspiratie leveren. En denk namelijk op het verhaal als u nog bent aan het twijfelen. U mag bij mij vertellen, maar veel beter is, ga naar de website van Nieuwland en u kunt opzoeken of u het ongetwijfeld ook allemaal zijn of haar weg kunnen. Een mooie avond. Dank u wel.